Suzanne Suikerbuik van de Stadshow. En Veer Kieken met z'n allen natuurlijk ook nog maar Rotte TV. Yeah! Dat is mijn wereld. Dat is gewoon geweldig. De Luuk in de bezeiken. Waar ben je geweest? Waar ben je gebleven? Jarenlang heb ik naar die goed gekeken. Rotte TV met de grote improvisatieshow, want zo mogen ze het oude voetbal toch wel nemen. Van tevoren wisten ze eigenlijk niet wat er gaat gebeuren, of het leuk is of dat het niet leuk is. Maar één ding, dat wisten ze wel zeker, dat is dat er geslacht wordt, dat er oude verzin en dat er heel veel gelachen wordt. We hebben het speciaal in de daaien gemaakt, omdat we heel weet dat het tijd wordt dat de Marotte voor ons staat. En wie ziet u er goed even dagdromen hoor? Bikini? Blonde haren, bikini, kort rutske. Belangrijk dat ze een goede boom hebben voor dat soort snapgeest. Dan kent ze er beter tegen de ganse vastelavond. Dus dat kan ik wel geven, dan ze die kroegen gewoon in. Ik geef u even 10 seconden gratis reclame zend. Dit land even zin dat je een goede boom hebt en een goede veurgevel. Dit gaat nu in. Ik houd die vast en lief, die lekker lu voor de gek houdt, hè. Wie kent ze dan op zijn best doen? Wat is truc of tip nummer 1 als ze lu echt goed voor de gek wil houden? Nou, als lu die goed kennen en dat ze gewoon kenmerken opneemt wat ze van ze weet. En andersom dat ze ook weten van shit, dat heb ik gewoon aan Eimers verteld. En dat ze dat gewoon neemt, zeg maar dat gewoon. En dat ze dan ziet ze die gezichten gewoon. Denk echt van, what the fuck, alweer heb ik dat verteld, wie kan dat weten? Met zo'n ding allemaal, ja. Wat zou ze tegen mij zeggen als ze mij voor de gek zou willen houden? Ja, we kennen dit niet. Nee, ja. Ik zou misschien kunnen zeggen, als ik dit zou kennen van bijvoorbeeld gisteren. One night stand of zo. Oh shot, het wordt lekker vannacht. Joep Gmeets van de Nijdprinsen. Joep, ja, de opzet van het oude voetbal is dit jaar get anders dan andere jaren. Wat is er precies anders? De Marotte wouden ze niet meer steunen en hebben het podium weggepakt. Dus we hebben zelf voor een mobiel podium moeten zorgen. En het is tot nu toe groot geslaagd. Voor hebben ze hier in de schoot. Dat lijkt een beetje uit de hand. We zijn helemaal gek van Facebook. Ja, dat zou gestikken. We hebben een vriendenboek en een vriendenlijst. Kom! In peak bungee jumping. Mille baas, baas bestoe. Mag ik jouw poes eens zien? Ja, mijn poes, ja, maar die is verder weg. Nee. Kijk, daar ben ik ook. Mocht ze alles van mij weten, alles uit op Facebook. Het wordt zowaar een traditie. Ieder jaar kom voor deze dames tegen. Nog even voor de lui die het nog nooit gezien hebben, wij zitten gewoon alweer. Emmerjonk. En we zijn dit jaar officieel opgericht en we gaan ons dit jaar inwijden. En als u het me goed herinnert, kwam gewoon allemaal uit Gelijn. Ja, bijna allemaal. Uit de Werenstad, hè. Gelijn waggelt, dat brullen alle lu. Heb je nou ook manslui die je hier tegenkomt inzittert? Waarvan je denkt, hey, die ken ik, die kom ik bekend voor? Oh ja, we komen al 7 jaar, dus de boes wel in de kenniskring op, joh. Dus er nog wel eens hele bekende lui die iedereen kent, waarvan ze denkt, hey. Ja, Barry, ja, dat kan niet ontbreken, hè. Ze komt voor Umber tegen. Vanmiddag kom ik hem nog bij de Albert Heijn tegen. Ik denk, ja, vanavond zit ik weer op een oude wieverbal. Ja. Dan geeft je de dag voor mij of dat is Barry gezien. Is dat niet in de krant? Dus is het nu vooral, hè. Doe lekker wie ik laat dich nooit meer gaan. Ik houd dich vast en lief dich immer op het ene stok. Wo bist du gelest? Wo bist du gebleven? Jarenlang heb ik nog niet goed gekeken.